1 september 2019. Normaal gesproken zou de transfermarkt vandaag sluiten, maar omdat het een zondag is, heeft de FIFA besloten de transfermarkt nog één dag te laten doorgaan, behalve de Premier League, want er is hij natuurlijk al gesloten. Belachelijk, maar goed, maar niet uit. Dus vandaag en morgen kunnen wij nog volop een transfervideo gaan maken. En daarna maak ik nog een samenvattende transfervideo en een transfervideo waarin ik alle mislukte transfers van deze transferperiode laat zien. Ja, heel veel. Maar vandaag natuurlijk het laatste nieuws over Neymar. Het laatste nieuws over Boateng. Heel veel nieuws daarover momenteel. En over Icardi. Heel interessante grote transfers kunnen nog gemaakt worden in die laatste dag en in die laatste uren. Morgen, oftewel maandag, wordt het heel erg interessant. Daarna gaan we ons volledig focussen op FIFA 20. En dat zien wij onder andere door mijn nieuwe banner en mijn nieuwe logo. Laat vooral in de comments hieronder weten wat jij ervan denkt. En deze intro duurt veel te lang. Ik wil ook graag beginnen met mijn video. Maar eerst wil ik één ding nog zeggen. Ik heb een kleine oorlog met mijn Belgische kijkers. In mijn vorige video zei ik namelijk dat Antwerpen slecht voetbal speelde en dat ik het echt een kutclub vond. Nou, eerlijk gezegd, op basis van de wedstrijd AZ Antwerpen blijf ik het ook een kutclub vinden. Die rode kaarten, die supporters die zo asociaal gedroegen, net zoals vandaag tegen Roda MVV en VfL gewonnen. Oké, gefeliciteerd, maar nog altijd ook een kutclub. Kijk, Antwerpen speelde beter, daar hebben jullie gelijk in. Ik heb de wedstrijd gezien. Oprecht, de hele samenvatting daarna ook nog een keer gezien. Maar ik mag het toch gewoon een mindere club vinden. Met alle respect naar richting Antwerpen. Ja, dat was het. Nou, fijn. Goed, we zijn er vandaag voor transfers. We beginnen met Bakayoko. Hij gaat terug naar Monaco toe. Wat ik heel erg leuk vind, want natuurlijk bij Monaco was Bakayoko op zijn toppunt. Bij Monaco speelde hij toen enorm goed, waardoor hij zijn transfer naar Chelsea verdiende. Vervolgens naar AC Milan ging, nu weer terug bij Chelsea. Raar dat hij geen kans krijgt. Natuurlijk, de selectie van Chelsea is al klein, maar ze blijven toch spelers verliezen. We zagen eerder David Luiz weggaan naar transfer deadline day in de Premier League. En nu dus ook nog eens Bakayoko later nog. Ja, ik vind het raar. Bakayoko heeft heel veel talent, dat weten we. Kan heel goed voetballen, maar toch komt hij niet echt uit de veren in Chelsea of in Londen. En laten we maar hopen dat hij wel goed kan spelen bij Monaco en het oude niveau wat hij eigenlijk had weer terug kan pakken. We hebben een beetje gezien dat een soort van Kante een enorm goede kaart op FIFA ook. En wie weet, misschien is hij wel ook enorm goed bij, bij Monaco. Weer opnieuw. Laten we hopen. Verdediger van PSV, Lucas, speelde nog in de basis tegen FC Basel en in de basis tegen Ajax. Daarna werd hij meteen gebenched en nu is hij weer uitgeleend naar Anderlecht. Ik vind het raar dat Lucas er toch wel aan redelijk grote clubs wordt uitgeleend. Daar geloof ik wel deels speelt en daarna weer terug kan met PSV en volledig in een zwart gat lijkt te vallen en weer totaal niet lijkt te spelen. Gewoon geen speler die toegestemd is aan PSV. Dus Lucas kan beter definitief weggaan als je naar mij vraagt. Maar voor nu wordt hij weer uitgeleend. Ditmaal naar België, naar Anderlecht. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de blessure van Vincent Kompany. Maar ja, goed, weet je, voor hem als hij kan spelen in België is dat natuurlijk hartstikke prima. Ik heb trouwens helemaal niks tegen België. Ik heb helemaal niks tegen de Pro League, niks tegen Anderlecht. Ik zei alleen dat Royal Antwerp op basis van die wedstrijd. Ja, zit een kutclub was. En daar blijf ik bij. Ja, sorry. Bij Frankfurt lijken ze de derde spits kwijt te raken. En na natuurlijk Jovic en Haller, nu Rebic. Bijna 100% zeker dat hij naar Inter Milan gaat. Ja, heel raar. Weet je, deze transfer, het gerucht lijkt bijna 100% zeker te zijn. Maar ik zou het heel raar vinden. Ze hebben namelijk Lukaku ook al gekocht voorin. En dan gaan ze nu nog eens 40 miljoen betalen voor Rebic er ook nog bij. Zou kunnen. Ja. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ik snap het gewoon niet zo goed. Ik snap vooral niet waarom Frankfurt hiermee instemt. Want laten we wel eerlijk zijn. Frankfurt verliest daarmee hun drie belangrijkste aanvallers van vorig seizoen. En die hebben niks voor in dadelijk. Op de transfer deadline delen. Moeten ze nog iemand gaan kopen. Dus ik verwacht eigenlijk dat deze transfer misschien niet gaat gebeuren. Omdat Frankfurt deze transfer nog gaat blokken. Maar hoe het er nu voor staat, lijkt het toch zo te zijn dat Rebic vanaf volgend seizoen bij Inter zal spelen voor een bedrag van 40 miljoen. En heeft het wat te maken met Mauro Icardi? Je zou natuurlijk kunnen zeggen van wel. Maar in principe wist Inter al maandenlang dat Icardi niet ging spelen dit seizoen. Dus ja, daarvoor hebben ze Lukaku gehad naar mijn mening. Icardi daarentegen, nu het gerucht. Hij gaat misschien naar Atletico Madrid, wat echt heel vet zou zijn. Besef even de Pizarro Felix met Icardi daarvoor. Dat zou toch hartstikke vet zijn. Atletico Madrid zou Icardi willen lenen met een optie tot koop van 63 miljoen euro. Nou ja,
prima optie voor Atletico Madrid. Als hij niet uit de veren komt in Madrid, kunnen ze hem gewoon terugsturen. En als hij goed speelt, kunnen ze hem definitief overhalen van Inter. Voor Icardi is dit echt iets wat hij moet doen. Want anders speelt hij helemaal niet. Zit hij alleen maar op de bank. Ja, dat weten we 100% zeker. Dus laten we maar hopen dat Inter dit gewoon meteen accepteert en Icardi weg laat gaan. Ik denk oprecht dat dit de grootste transfer gaat worden van de transfer deadline day. En dat Icardi alsnog weggaat. En ditmaal naar de La Liga. Perfect voor hem. Falcao is ook definitief weg bij Monaco. Hij gaat naar Galatasaray. Eindelijk, jongens. Mijn Turkse kijkers, of fans, maar niet uit hoe je het noemt, die hebben dit zo lang aangevraagd in de comments van, yo, gaat Icardi af, gaat Falcao nou naar Gala? Bespreek dat eens wat meer. Ik heb het een keer besproken en nu bespreek ik het weer. Ja, het gaat gebeuren. 100% zeker. Eindelijk. Momenteel is er niet bekend wat de transfersom gaat worden van Falcao, maar dat hij komt is zeker. En dat is het enige wat voor de Galatasaray fans natuurlijk belangrijk is. En we gaan door in de Super League van Turkije, want er zijn heel veel transfers momenteel. El Neni van Arsenal wordt uitgeleend naar Beşiktaş. Gaat er een jaartje spelen op middenveld. Ja, hopelijk komt hij daar wel meer in de basis te staan. Bij Arsenal natuurlijk bijna niet meer. Door de komst vorig jaar van Guendouzi, van Torreira, is hij er gewoon volledig uitgespeeld. Dan maakt hij eigenlijk gewoon helemaal geen kans meer. En de komst van El Neni heeft ook wel wat te maken met het vertrek van Medel. Gaat weg bij Beşiktaş en speelt vanaf volgend seizoen bij Bologna. Kostte Bologna 2,5 miljoen euro. Een speler met heel veel ervaring. Ook al eerder in de Serie A gelopen bij Inter Milaan. Goeie speler, ja, niks mis mee. Ik denk dat als je ervaring in je ploeg wil hebben, dat zo'n speler als Medel een top aankoop is. En Luis Gustavo, speler van Olympique Marseille, gaat daar ook weg. Hij gaat naar Fenerbahçe toe. Weer een middenvelder, verdedigende middenvelder die dus zijn oude club verlaat. En ook hij gaat in de Super League spelen. Ik hoop dat ik nu weer genoeg transfers heb besproken van de Super League. Werd heel vaak aangevraagd. En ja, ik bespreek ze gewoon allemaal lekker. Dan gaan we nu eentje bespreken die ook veel wordt aangevraagd. Senesi van San Lorenzo naar Feyenoord. Ja jongens, jullie vragen deze iedere video wel aan. Maar ik heb hem al een keer besproken. En ja, hij gaat gebeuren. Het is er niet aangekondigd, dus ik zet er nog altijd 90% en niet 100%. Misschien op het moment dat de video online komt, is het wel aangekondigd. Verwacht maar gewoon dat deze transfer morgen bekendgemaakt zal worden. Ik denk dat Senesi momenteel zelfs al of zijn spullen in het pakken is om naar Nederland toe te komen, of al in Nederland is en nog niet is aangekondigd. Maar hij is er van een volgend seizoen. De nieuwe centrale verdediger van Feyenoord. Een hele goede aankoop. San Lorenzo wil hem eigenlijk houden. Maar die club heeft geldproblemen. Waardoor die 7 miljoen is geloofd dat Feyenoord wil betalen. Enorm veel geld is. En waardoor ze hem gewoon laten gaan. En ook ja, willen laten gaan. Dat is gewoon enorm veel geld voor zo'n club als San Lorenzo. Nu is de geruchten vertellen dat Senesi vanavond zal landen in Nederland. En morgen medisch gekeurd en aangekondigd zal worden. Dus daar moeten we vanuit gaan. En Feyenoord fans, gefeliciteerd. Want jullie hebben het ook prima gedaan deze transferperiode. Berghuis weten te houden. Edgar IE achterin lijkt een prima verdediger. Daarnaast Senesi. Verdediging ziet er prima uit. Ik ben benieuwd. Ik denk dat jullie wel derde worden. Eigenlijk, ja, meer zit er niet in, denk ik eigenlijk. En dan komt nu toch wel een nieuwtje waar ik echt een heel sterke mening over heb. Die ik jullie ook graag wil met jullie wil gaan delen. Namelijk de verdediging van Juventus. Daar is Chiellini geblesseerd geraakt. Speelde de licht tegen Napoli, die speelde heel erg slecht eigenlijk. Kreeg van alle Italiaanse kranten geen voldoende. Hoogste punt wat hij kreeg was een 5,5, dat is wel een voldoende. Maar voor de rest allemaal vijfjes en vieren voor de licht. Was zijn eerste wedstrijd in de Serie A, in de basis, meteen tegen Napoli. Dan kan je toch ook, ja, weet je, je verwacht het misschien wel van de licht. Maar geef die jongen wat tijd, zou ik dan zeggen. Er wordt meteen gesproken over een transfer bij Juventus. En dat is namelijk die van Jérôme Boateng. Naar Juve. En laten we heel eerlijk zijn. Boateng, bijvoorbeeld tegen het Nederlands elftal, speelde die enorm slecht. Hij speelt niet eens maar altijd in de basis bij Bayern München. Zure speelt altijd basis. En daarnaast, ja, roteert hij er soms in de laatste tijd. Weet je, als Juventus hem wil kopen, oké, prima. Omdat Chiellini geblesseerd is en je weet niet voor hoe lang die precies weg is. Of omdat Rugani nog misschien weg zou gaan. Oké, prima. Maar ga hem niet kopen met het zicht op de basis, want dat kan deze Jérôme Boateng denk ik niet beter in ieder geval dan de licht. Hij is 30 jaar oud, heeft de top van zijn carrière al lang gehad. En dan, ja, ik vind het gewoon raar. Ik hoop in ieder geval, kijk, als hij gehaald wordt, prima. Maar haal hem niet met een oog op de basis, zodat je de licht eruit haalt. Misschien heb ik een beetje een oranje bril op nu, dat ik de licht graag in de basis wil zien bij Juventus.
Maar De Ligt is gewoon beter dan Boateng. Jongens, zet in de comments wat jij hierover denkt, want ik vind het echt ronduit belachelijk. En dan sluiten we af met Neymar. Ja, natuurlijk. Natuurlijk sluiten we af met Neymar. En we weten het nu ook wel, die transfer gaat niet door. Ik denk niet dat die transfer doorgaat. Het gerucht van gisteren en iedere dag komt er wezen. Nu is natuurlijk was dat Neymar 20 miljoen euro zelf in wilde leggen om weg te kunnen bij Paris. Nou, dat zegt genoeg over hoe graag hij weg wil. Dat weten we ondertussen ook al. Maar ja, Barcelona en Paris komen gewoon niet uit die transfer. En zolang dat zo is, gaat die transfer niet rond worden. Er werd heel veel gesproken over verschillende spelers die gehaald moeten worden. Of het transferbedrag. Dat zou ongeveer rond moeten zijn, het transferbedrag. Maar de spelers die gehaald worden, daar zouden ze niet over uitkomen. En ja, dan gebeurt die transfer gewoon niet. Jammer voor Neymar. Jammer voor Barcelona. Maar het is denk ik klaar. De Franse krant schreef dan ook. Ja, wat schreven ze ook alweer? Hoe zeg je? We spreken dat uit. Sequeda. Ik weet niet of veel van jullie nog weten. Vorig jaar plaatste Piqué een foto Sequeda. Dat betekent hij blijft in het, weet ik veel wat, Spaans, Parijs, Frans. Ik heb geen idee, maar maakt niet uit. Ik geloof in het Spaans. In ieder geval, dat plaatste Piqué vorig jaar. En een paar dagen daarna vertrok hij toch. En nu plaatst de Franse krant Sequeda in hun krant. Ja, nou, waar plaatsen ze het anders? Ja, Timo, logisch. Veel mensen zeggen dus van ja, misschien vertrekt hij daarom toch een beetje tegenstellend, maar ja, weet je, we zullen het morgen zien. Morgen in de video zit hij weer, maar verwacht maar niet dat er dan 100% staat. Nu zeg ik er wel niks meer, omdat jullie weten, ik weet het ook allemaal niet meer rondom Neymar. We gaan het zien, morgen, transfer deadline day, komen video's aan. Morgen en overmorgen nog over de transfersperiode en daarna gaan we ons volledig focussen en richten op FIFA 20. Starterteam video's, nog meer training video's en natuurlijk de rating countdown vanaf 5 september. Hopelijk heb jij zin in deze video's en vond je deze video ook leuk. Heb jij een blauwe duimpje omhoog gedaan, abonneer op 2010, zie ik jou in mijn volgende video weer terug. En dan zeg ik zoals altijd de ballen. Laat ze niet vallen. En dan zeg ik tot de volgende keer.